Goed zo. Nou nee, die ligt nog bij de studio, hè? Die moet nog eens een keer hier naartoe komen. Ga jij dat maar eens regelen? Ja. En waar was het dan? Oh, nou die ga ik zo eens even aan zijn jas trekken. Oké. Nou, dat gaan we zo meteen regelen. Maar Ben, ik zit hier met heel veel blije gezichten. Want we mogen zeggen dat Dossé een mooie overwinning heeft gehaald hier op Odysseus. En iemand die daar zeer voor aansprakelijk is, dat is de man die naast mij zit, dat is Kevin Sprong. De man met de nummer 11, de razendsnelle linker spits. En natuurlijk praten we ook met Sander Kloos, de trainer, die ook de mondhoeken omhoog heeft, want die houdt hier de drie punten in den dolder. Maar we gaan eerst eens naar Kevin. Kevin, het was de derde minuut al 1-0. Gingen we er toen maar voor zitten om een hoge score de eindstand te halen? Of dacht u ervan, nou, dat moeten we even anders doen? Nou, ik denk dat je zelf ook wel de wedstrijd hebt gezien. En ja, lekker in de derde minuut een goaltje. En volgens mij gingen we gelijk voor de 2-0, want de eerste helft speelden ze eigenlijk helemaal kapot. Dus we waren veel gevaarlijker en eigenlijk hadden zij vrij weinig kansen voor onszelf. Dus ik denk dat we zeker wel voor een grote score gingen op dat moment. Beschrijf de eerste goal als Kevin? Even kijken hoor, de eerste goal dat was... Gijs. Oh ja, Gijs, ja. Was een, Gijs die werd diep gestuurd door Boy volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Door Rodney. En ja, Gijs met zijn snelheid ging hij over de rechterflank heen. En de keeper kwam naar mijn weten, maakte hij eigenlijk een fout, want de keeper had eigenlijk niet uit moeten komen. Maar daardoor kon Gijs hem over de keeper heen schieten en dat was de 1-0. Als we kijken, je noemt net Rodney Verklooster. Dat was wel de man die de paasjes gaf links en rechts en die heeft aardig wat mensen voor de keeper gezet. En ook jou. Ja, ook mij. Rodney heeft een goed schot in de benen, die is altijd rustig aan de bal. En ja, hij geeft ze eigenlijk bijna altijd wel op maat. Dus, het is altijd lekker als je zo'n middenvelder hebt. Kijken we nog eventjes naar de wedstrijd. Als we die penalty... ja, ik hoor van een hoop mensen die jullie tegenkregen. Was dat nou onterecht of niet? Ja, ik vond hem onterecht. Maar ja, laat er maar vrij weinig meer over zeggen. Hij is gegeven, maar ja. Ik maakte zelf ook eigenlijk veel te druk om. Dat had ik niet moeten doen. Maar ik vond geen terechte penalty. Volgens mij was het Robin... die gewoon goed verdedigde op de bal. En ja, van Odysseus die scheelde het hardst en hij gaf hem zo mee. Dus. Als we naar die wedstrijd kijken. Ik denk, en ik weet zeker, en dat heb ik van heel veel mensen gehoord, dat jullie echt een hele sterke pot hebben gespeeld. Is dit alleen deze wedstrijd of zat er al een kering in een paar wedstrijden hiervoor? Nou, ik vond zeker dat we deze wedstrijd heel goed speelden. Ik denk dat het wel een van de betere wedstrijden is die we dit seizoen gehad hebben. Maar ik vond ons vorige week waren we ook heel sterk, vond ik. En ja, we worden elke week steeds beter. Alleen ja, we moeten wel uitkijken, want op het laatst ja, is het toch weer, er valt die 3-2 en dan wordt het toch weer wat paniekerig. En dan moet je uitkijken dat die gelijkmaking valt. Nou, dat ging nu dit keer goed gelukkig. Maar ik denk dat we daarin nog wel scherper moeten zijn. Dat we gewoon moeten doordrukken in plaats van achterover gaan. Was het misschien een beetje paniekerig de laatste fase van de wedstrijd? Want ja, je zegt het zelf al, je staat 3-2. Het had met z'n goed 3-3 kunnen zijn. Was het niet dat een van die spelers de bal huizenhoog overschoot? Het was billenknijpen dus. Ja, het was zeker billenknijpen op de laatste. Het werd omgezet. We stonden eigenlijk heel goed op het middenveld met Yassine en Marco. En naar mijn weten toen het omgezet werd dat Marco naar linksachter moest. En... Yassine eruit werd gehaald. Nee, Huub en Yassine stonden. Frits en Huub die stonden toen meer op het middenveld. Ja, en toen ging het niet helemaal goed. Want naar mijn weten stond Huub net iets te diep. En ja, daardoor moesten wij meer terugverdedigen. En zakte eigenlijk meer. Vielen er meer gaten. En daardoor werd wat paniekerig achterin. Maar ja, het ging nu dit keer net goed. En hopelijk kunnen we daar van leren en beter worden. Maar. Super terechte overwinning, toch? Ja, over de gehele wedstrijd gezien zeker. Alleen op de allerlaatste was het een beetje paniekerig, maar ik denk zeker de score had ook voor ons hoger uit kunnen vallen als we meer kansen hadden gemaakt. Dus. Ja, want je had er ook nog eentje op het eind. Hè? Ja. Ja, ik had er ook nog eentje die er wel in had gemoeten. Rodney had er nog eentje die erin had gekund. Nou, voor ook een onterecht afgekeurde goal vond ik. En ja, dus de score had hoger uit kunnen vallen, maar
We hebben 3 punten en dat is het belangrijkste. Je zegt dat een onterecht afgekeurde goal. Ik zag het zelf ook. Er was een vrije bal aan de rechterkant. Die ging in 1 keer erin en die werd niet aangeraakt. En de vlag ging omhoog en ja. Ja, Sander die zegt al de hele tijd tegen Boy mij sinds vorige week eigenlijk van... als jullie op die plek links en rechts een vrije bal hebben, dan moeten jullie ze gewoon bij de tweede paal op goal erin gooien. En als hij niet wordt aangeraakt, dan is er een grote kans dat hij erin gaat. En als hij wel wordt aangeraakt, ja, dan kan hij er ook in gaan. Maar je moet in ieder geval op goal schieten. Nou, en dit keer ging hij er gewoon weer in. Hij werd net niet aangeraakt. Maar volgens mij gaat de scheids aan dat het hinder was. Maar volgens mij, ja, onzin. Het was gewoon een zuiver goal en jammer. Nou, we zullen het nog een keer tegen hem zeggen. Ja, in ieder geval gefeliciteerd jij ook, Kevin. En natuurlijk ook de trainer van Dossé, Sander Kloos. Sander, gefeliciteerd met deze mooie overwinning. Dankjewel, Walter. Terecht, hè? Absoluut. Als we naar de wedstrijd kijken, je komt al heel snel voor met 1-0 in de derde minuut. Ben je dan niet bang dat de spelers denken van nou, we gaan achterover hangen en we zullen het wel zien? Nee, want... Eigenlijk alle wedstrijden die wij spelen hamerden we erop dat we weten dat die wedstrijd 90 minuten duurt. En dan vaak nog 5 minuten extra tijd. Dus ook als we achterkomen raken we niet in paniek. Maar we zijn ook niet zo naïef als we voorkomen dat we denken dat die wedstrijd ook wel gespeeld is. Absoluut niet. Als ik naar het team kijk, Sander, en dan praat ik niet voor mezelf, maar dat hoor ik ook om me heen. Dat is dat er veel harder geknokt wordt dan voorheen. Iedereen die gaat ervoor, hoe heb je dat erin gekregen? Ja, het verleden weet ik niet zoveel. Ik weet hoe wij gewoon met elkaar bezig zijn. En dat is gewoon 2 keer in de week trainen en zaterdag een pot voetballen. Iedereen een beetje in zijn kracht zetten. En ja, er zit gewoon een hele goede dynamiek in die groep. En ik heb altijd al gezegd, sinds de eerste dag dat ik hier rondloop, dat over inzet en strijd echt niks op te merken is. Dat is geweldig. Dat is voor een trainer hartstikke leuk om mee te werken. Ik heb alleen wel gezegd dat het voetbaltechnisch soms wel wat beter kan. Ik bedoel... Vorig jaar hebben we een situatie gehad dat het degradatievoetbal speelde. We hebben een fase gehad dat het veld bijvoorbeeld heel erg groot wordt en dat je dan een beetje weggespeeld wordt. Daar probeer je dan wat aan te doen. We hebben wel eens klachten gehad dat we mooi aanvallen, maar dan is er niemand in de 16. Ja, dat zijn allemaal van die dingetjes, daar kan je aan werken. Dus ik probeer ze daarin te helpen, samen met Jarno en Pieter Schiepers trainen en de fysio, om de jongens te helpen. Maar, ik ben gewoon heel tevreden hoe de jongens daar zelf mee omgaan en hoe ze het oppakken. En als je nu ook de coaching ziet in de wedstrijd, jij die nummer 6 doorschuiven, ik neem hem over. Het gaat over voetbalinhoud en dat is een grote stap die we gemaakt hebben. Nou, dat is zeer zeker te zien. Op het eind, Sander, dan zie je toch dat er een aantal rare en bijzondere gele kaarten vallen voor heel veel praten. Dat is natuurlijk wel jammer. Ja, ik geloof dat het discutabel is of dat alleen voor praten is. Er zijn ook andere situaties voorgevallen. Ik zou het meer willen zeggen, waarom maken wij van 2-1 geen 3-1 en geen 4-1? Terwijl we wel voor de keeper staan. En als dan 3-2 wordt, ja, dan wordt het spannender, dan wordt het grimmiger, dan word je even getest. En ja, dan moeten wij oppassen dat we niet in een oude valkuil trappen. Maar je kan ook een compliment geven dat ze gewoon die overwinning over de streep trekken. En ik denk dat we daar het accent op moeten leggen. Nou, dat is ook een feit. Volgende week Driebergen, maar hoe belangrijk is deze overwinning nu voor jou? Want je zit er echt een stijgende lijn in dus. Ja, we hebben nu 2 keer gewonnen, daarvoor hebben we 2 keer verloren. Maar ook die wedstrijd die we verloren, zag je aan het veldspel dat je recht had op meer. Dus dat was helemaal geen reden voor paniek. Dat hebben we ook niet gehad. En als je dan zegt, ja, hoe belangrijk is het? Ja, uiteindelijk spelen we competitie en zijn punten belangrijk. Maar ik ben ook vooral, zoals Kevin het ook zegt, wat kunnen we ervan leren? Hoe kunnen we een stap maken? En het feit dat we dat zelf zeggen, daar zelf mee komen. Zelfs een analyse doen hoe het gaat in de wedstrijd. Zelfs teamtactisch. Ik zie dat een grote winst is. En als er nog 20 wedstrijden moet, ja, dan is dat een goede basis voor de toekomst. Als je als neutraal toeschouwer kijkt, dan zie je echt dat het een hecht team geworden is. Het is een hecht team. Waarvan akten? Sander Kloos, trainer van Dossé. Gefeliciteerd nogmaals, ook namens Slotstad en natuurlijk Kevin Sprong. Live hier en terug naar de studio naar jou, Ben. Nou, dat durf ik niet te vragen of ze aan een periodetiteltje denken. Maar ze denken hier aan de bitterballen. Dat is veel belangrijk. Dat moet niet zijn. Ja, over 2 weken is het focus, als ik het goed heb. Ja, 3. Thuis. 3 weken. 3 weken. 3 weken hoor. Ja. Ja. Er zit een bekerweekend tussen, Ben, dat klopt. Volgende week Driebergen en dan
De volgende thuiswedstrijd is tegen Focus. Oké, okay. Bedankt. Hoi. Heren, bedankt. Dankjewel. Bedankt.